De eerste gast heeft alvast een plekje gevonden in een van de twee luxe bijenhotels in natuurgebied Waarderhout. Leerlingen van het Clusius College in Heer Hugo Waard hebben de insectenhotels ontworpen en zelf gebouwd. Vanmiddag werden ze feestelijk geopend. Ja, dat is hun! Ze komen er naartoe en ze vliegen in zo'n gaatje. En dan kunnen ze daar een holletje maken, een nestje maken. En dan kunnen ze daar kindjes krijgen en zo. En dan dat. Ja, het is heel fijn voor ze om daar dan te verblijven. En als hun blij zijn, dan ben ik ook blij. Het is belangrijk dat we het een beetje geriefelijk maken voor de bij. Want het gaat hard achteruit met de bijenpopulatie. En dat terwijl het beestje erg belangrijk is voor de mens. Ja, zeker. Want ze staan aan de onderkant van de voedselketen. Dus alle insecten die worden ook weer gegeten door vogels en kleine zoogdieren. Die worden weer op hun beurt gegeten door grotere dieren. En als die insecten wegvallen, dan is die voedselketen kapot. Dan vallen wij ook weg. Dan vallen wij misschien uiteindelijk ook weg, ja. Ja, het gaat er niet zo goed aan toe met de bijen. En dat proberen we op deze manier. Weer gewoon de bijen te helpen om verder te leven en zo. Nu is het wachten op meer bewoners. De leerlingen zijn in ieder geval trots op het resultaat. Nou, ik ben wel trots op mijn klas dat we zo'n groot ding hebben neer kunnen zetten hier zo. En we hebben er hard aan gewerkt met z'n allen. Nu maar hopen dat de bijen het wat vinden, geloof ik. Ik hoop ook dat de bijen het leuk vinden. Daarvoor staan ze er, toch? Ja. Na afloop kregen de leerlingen allemaal een ijsje. En daar gingen ze op af als bijen naar de honing.